Vandaag op Creator Tools mijn nieuwe camera rig. Dit is mijn nieuwe camera rig, om het lekker Nederlands te houden. En op dit moment ziet deze er heel cool uit, maar bestaat eigenlijk uit twee extra dingen. Zodra ik dat eraf haal, dan blijft eigenlijk alleen dit over. En dit is het product van vandaag. Het is een camera cage. Een camera kist. Een camera omhuizing. Deze cage is gemaakt voor de GH4 of de Sony A7 of A7S. En dat betekent dus dat die twee camera's hier mooi inpassen. Heb je nou geen GH4 of A7S, zal ik ook wat andere linkjes in de beschrijving zetten voor andere cameratypes. Zoals je ziet kreeg ik een heel mooi doosje met filming equipment, waar dus alle onderdelen in zaten, die je dus zelf aan elkaar moet maken. Een camera case heeft verschillende functies met twee voor mij belangrijke. Dat is 1 stabiliteit en nummer 2 eigenlijk een nog grotere functionaliteit is het mounten, het aanbrengen van accessoires. Deze zien jullie vaak op de achtergrond. Dat is een grote shoulder rig die ik eigenlijk nooit gebruikte omdat die gewoon te groot en te lomp was. En dus wou ik gaan kijken of dat zo'n camera cage uit China werkte om wel bijvoorbeeld functionele accessoires voor mij zoals een externe monitor en microfoons aan te sluiten. Er is een groot cage merk genaamd Small Rig, maar deze zijn best wel heel erg prijzig. Vandaar dat ik ging proberen of dat dit uit China wat was. Even over de cage en de hendel. Wat zit erop? Wat zit er aan? De twee belangrijkste dingen zijn twee hot shoe mounts. Eentje bovenop de hendel en eentje op de cage zelf. Maar zo'n cage is er eigenlijk natuurlijk voor, zodat je er alles aan kan monteren, omdat er overal gaatjes zitten waarin je dingen kan stoppen. Bij deze case krijg je aan de onderkant zelfs deze uitsteeksels erbij. Maar wat houdt dat precies in? Ten eerste het plaatje aan de onderkant vond ik super handig, want hij is precies de goede maat om hem zonder extra dingen bijvoorbeeld op dit statief te zetten, maar ook bijvoorbeeld op de Gorillapod. Daaraan zitten eigenlijk twee stangetjes en die twee stangetjes zijn om ook weer extra dingen aan vast te maken. Zoals een shoulder support, hendels aan de voorkant en iets super, super functioneels, een follow focus. De allerbelangrijkste afwegingen voor mij waren echt, hoe voelt die? Is die stevig? Durf ik hier veel aan vast te maken? En dat is zeker het geval. Als je hem goed monteert, zijn de poorten zoals je batterijklepje allemaal nog heel goed bereikbaar, wat heel fijn is. En aan de linkerkant heb je ook heel fijn van die schroefjes om vervolgens je kabels vast te klemmen. En dat zijn eigenlijk allemaal kleine details waar ik heel erg vrolijk voor word, waarvan ik denk van, ja, dit is een Chinees product wat zeker zo goed als, natuurlijk niet hetzelfde, maar wat zeker op kan tegen de dure merken die dit soort accessoires verkopen. Zoals ik zei, kan je dus door alle mounting options zo gek maken als je wil. Jullie hebben me waarschijnlijk al voorbij zien komen, maar ik heb hem een keer helemaal uitgebouwd. Dat is persoonlijk niet hoe ik hem gebruik. Dat is, zoals je aan het begin zag, microfoon, externe monitor en misschien nog een light aan de zijkant als ik die nodig heb. Dus ben je op zoek naar een cage om je eigen rig te bouwen, kan je die dus prima uit China halen. Gearbest heb ik hem vandaan. Eerst link in de beschrijving. Maar ik zal ook wat andere camera modellen in de beschrijving zetten. Wil je nou meer filmmaking shit van me zien? Volg me dan even op Instagram @joeytrousers. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei! Hey, ken jij de Joby Gorillapod al? Het flexibele statief gebruikt door bekende vloggers en ook mijn favoriet om op alle mogelijke manieren toffe content te schieten. Check sowieso even het linkje in de beschrijving als je nieuwsgierig bent geworden.